Het dorp Plasmolen is natuurlijk bij uitstek geschikt voor een heerlijke fietstocht of wandeling. Om dit toerisme nog meer te stimuleren en ook de trekpleisters onder de aandacht te brengen, is vandaag een nieuwe informatievoorziening geopend. Langs de pas vernieuwde N271 ligt nu een keurige parkeerplaats met 3 informatiepanelen waar alle ins en outs te vinden zijn. Goedemorgen allemaal! De pleisterplaats is bedoeld om fietsen en wandelen aantrekkelijker en gemakkelijker te maken. De N271 blijft een provinciale weg, maar de verkeersveiligheid is wel in het ontwerp meegenomen. Zo zijn er duidelijke verkeersplekken gecreëerd waar men kan oversteken. Voor fietsers, voetgangers, in combinatie met de bushalte hier ook, dat de reizigers van de bus gewoon veilig naar de bushalte kunnen komen. Dus dat is allemaal verbeterd ten opzichte van wat het was. Het is nooit perfect en je hebt altijd risico's, dus je moet altijd opletten in het verkeer. Maar in dit geval zijn we er echt van overtuigd dat we een verbetering hebben. De N271 bestond eerst uit 1 grote straat waar oversteken niet gemakkelijk was. Nu met de aanleg van de pleisterplaats en verbouwingen naar N271 is deze meer toegankelijk voor voetgangers en fietsers. En nu hebben we juist tussen de 2 rijbanen ook een moment ingebouwd dat je even kunt blijven staan, veilig kunt naar links en naar rechts kunt kijken of je kunt oversteken. Als er gekeken wordt naar de economische waarde, dan is de horeca en het toerisme in Plasmolen heel belangrijk voor haar inwoners en de kwaliteit van het gebied. We moeten er wel voor waken dat we niet overstromen met toerisme, maar dat we juist de kwaliteit waarborgen. En die slag doen we nu ook met de pleisterplaats, samen met de ondernemers hier ook de informatieborden geplaatst, dus een hele mooie stap samen. Op de nieuwe informatieborden die op Pleisterplaats Plasmolen staan, is te zien wat zich in het gebied bevindt, maar ook wat de geschiedenis is van het gebied. Kijk naar de Sint-Jansberg, kijk naar de Mokerplas, dat zijn allemaal zaken die we hier mooi kunnen zien. Je kunt zien dat er hier wandelroutes zijn op de Sint-Jansberg, dus ga vooral genieten in dit gebied is de boodschap. Naast een opening besloot de gemeente ook een ludieke draai te geven aan de onthulling van de borden en fietsroutes. In Limburg zijn we bezig met de verkeersveiligheid rondom fietsen echt onder de aandacht te brengen. En hoe kan dat beter dan met een mooie fietsbel? Nou, daar hebben we nu die gratis fietsbellenactie die we nu uitdelen. Maar we laten ook zien dat je met de fiets veel beter op pad kunt gaan. En daarom hebben we op 3 augustus ook een fietstassen challenge. Om te kijken van hoeveel boodschappen kunnen in de fietstas.